Hey, deel 3 van de Sovjet-Unie gaan we doen. Ja, dat moeten we doen. Dat is nog een hele eind. We zitten nu, uh, waar zitten we nu? Brezhnev gingen we doen, toch? Ja, we zitten nu in 1964. Dus Khrushchev is vertrokken. Ze hebben hem niet gearresteerd en doodgeschoten, zoals Biele, ja. Maar Khrushchev is vertrokken. Um, en er komt in, in feite een nieuw politbureau. Nou, niet helemaal een nieuw politbureau. Dus het politbureau maar het is altijd schoon genoeg van Khrushchev en vooral. Uh, van, van zijn fantastische politieke avonturen, vooral ook in de buitenlandse politiek. Hij had ook het gevoel dat de dat Sovjet-Unie eigenlijk een enorme nederlaag had geleden in, in Cuba. Dat viel in de praktijk eigenlijk enorm mee, maar goed, dat was toch wel het algemene gevoel toen. Dus er komt een nieuwe leider en dat is Brezhnev. En we moeten direct constateren, Brezhnev was geen grootse figuur. Brezhnev was een man met hele beperkte mogelijkheden. Uh, hij was vaak heel onzeker van zichzelf bij grote crises. Moest Andropov vaak zijn hand vasthouden omdat die handen zat te trillen en te beven. Hij heeft ook wel eens van zichzelf gezegd: van ja, ik ben eigenlijk gewoon een provinciale partijfunctionaris en dan nou ben ik hier terechtgekomen. Nou ja, zijn grootste liefde was dan het verzamelen van auto's, van dure auto's. Dus alle bezoekende staatslieden gaven hem altijd een dure auto. Van nationale makkelijken, cadeau. Dus ja, Bresnev was niet een, 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 een zeer aansprekende leider. Dit hele politbureau wat er dus nu nog zat... en Bresnev tot leider had verklaard... Eh, was eigenlijk zeer conservatief georiënteerd. Eh, ik heb het al eerder gezegd... dat is iets waar Zoepok steeds eh, schrijven van het boek waar we het eigenlijk over hebben... of waar ik mijn kennis uit heb gedestilleerd... Eh, eh, ...wat hij dan steeds zegt... ...het Stalinisme... Khrushchev had geprobeerd het Stalinisme... ...uit te roeien... ...of dan met wortel en tak... ...uit te, uit te trekken... ...en dat was hem eigenlijk niet gelukt... ...dat bleek nu ook omdat dat nieuwe politbureau... ...eigenlijk een, in allerlei opzichten... ...nogal neo-Stalinistische koers vaart... ...dus ook de vrijheden... ...die er in de Kurtschof jaren waren geweest... ...die werden ingeperkt... intellectuelen werden naar gekkenhuizen gestuurd... ...nou ja, de hele... Het hele repressieve apparaat eh, zette er een tandje bij. En dat, ja, zelf denk ik dat dat natuurlijk een van de hoofdoorzaken is van het uiteindelijke gruwelijke historische nederlaag die de Sovjet-Unie heeft geleid. Namelijk het Stalinisme. Het Stalinisme had ooit voordelen. Namelijk toen als het land met de ondergang werd bedreigd in 1941. Eh, toen de Duitsers binnenvielen en misschien ook wel in de jaren dertig in het industrialisatieproces. Maar het, 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 de hele structuur was eigenlijk bevroren, was, was bewegingsloos... Was, was, had natuurlijk ook voortdurend het, het, het risico dat het ernstig verkalkt raakte. En dat is wat er ook tenslotte gebeurd is. Brezhnev heeft zich tenslotte ontwikkeld eigenlijk tot een groot voorstander van de détente politiek. Wat is de détente politiek? Dat is eigenlijk een zekere ontspanning tussen Oost en West. In dit geval moet je lezen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dat vindt zijn, zijn embryonale ontwikkeling eigenlijk al na de Cuba crisis, omdat beide partijen toch enorm geschrokken zijn van wat er gebeurd is. Van God, als die duikboten iets anders hadden gedaan als. Nou ja, het had uit de hand kunnen lopen en wat had ons dat dan opgeleverd? Een nucleaire oorlog. En dat begrepen ze allebei ook wel van beide kanten. Die oorlog kan niet gewonnen worden. Die, die zal louter slachtoffers hebben. Dus laten we praten over die dingen waar we hè, onze competitie blijft. Maar we praten over die, die dingen waar we in principe over praten kunnen en waar we een eventueel een akkoord zouden kunnen bereiken. Met name ook aan de Amerikaanse kant hoopte de president steeds, eigenlijk zie je dat al bij Lyndon Johnson, maar nog veel sterker bij Nixon, dat eh, Moskou druk zou kunnen uitoefenen op Hanoi. Want Amerika was toen natuurlijk verwikkeld geraakt in een zeer omvangrijke militaire interventie in Vietnam. En ze dachten: als die, als die eh, lui in Moskou nou eens druk uitoefenen op die lui in Hanoi, dan. Kunnen we daar misschien beter tot een soort oplossing of vermindering van de problemen komen? Een, een waanidee. In Hanoi waren ze veel radicaler dan in Moskou. Er was geen sprake van dat Moskou enige druk zou kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd was het natuurlijk voor het politbureau ook wel moeilijk. Want ze voelden zich wel solidair met die Vietnamezen. En dus we zagen de, de vijandschap van de, van de Verenigde Staten in, in die situatie. Dus ook een. Ontwikkeling, de ontwikkeling van detente gevoelens werd steeds geremd door de verontwaardiging over de Amerikaanse interventie in Vietnam, die overigens wereldwijd was, zoals iedereen weet, nou, een van de onbegrijpelijke, langdurige totale blunders van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat staat wel eens een paal eh, boven water. Ja. Dus, maar toch was er wel een, een onderliggende neiging om met elkaar in gesprek te raken. Dat werd ook nog bevorderd door de ontwikkelingen waar we het al over gehad hebben in Duitsland. Willy Brandt werd eerst minister van Buitenlandse Zaken, daarna kanselier. En Willy Brandt wilde een nieuwe Ostpolitiek. Ja, die wilde: laten we nou met die lui gaan praten, laten we deals proberen te maken. De situatie is normaal zoals die is, er is een ijzeren gordijn enzovoort. Maar we kunnen er het beste van proberen te maken. En, en, en aanvankelijk zijn de Russen ook af. Er is wel backchannel contact steeds. Maar ze zijn toch, uh, uh, houden toch een zekere afstand. Maar naarmate de jaren vorderen, wordt dat in feite minder. Daar komt eerst fiets daar nog een groot probleem tussendoor. Waar, waar, waar ze aanvankelijk eigenlijk absoluut niet weten wat ze ermee aan moeten. En wat ze dan tenslotte oplossen op een manier waar niemand tevreden mee was. Namelijk Tsjechoslowakije. Daar hebben ze geïnterveneerd, nietwaar in de bekende Praagse lente in het jaar 1968. En ze begrepen zelf ook wel, ze hadden natuurlijk al een enorme morele klap opgelopen van de interventie in Hongarije in 1956. En dan moest het weer gebeuren. Nou, alle, alle hervormers, iedereen die in de jaren van Kroesjov toch wat, wat anders en wat verlichter en wat minder Stalinistisch was gaan denken... was natuurlijk immens geschokt van... hoe is het mogelijk dat we dat nou weer moeten doen? En, en Brezhnev had eigenlijk wel sympathie voor Dubšek... dat was in de tijd de, de leider van die, van die Praagse lente. Maar ze besluiten tenslotte toch... vooral ook onder druk van de andere Oost-Europese landen... om te interveneren. En dat hebben ze gedaan. Ik denk, zeker iemand als Brezhnev... die in principe, hoe gek het ook klinkt... wel een aardige man was... Die, die, vond dat, die vond dat een ellendige toestand. Maar goed, dat, ze hebben dat wel gedaan. En hebben daar natuurlijk nog meer weer eens bij gedemonstreerd. Niet waar? Dat die hele, hele Sovjet-imperium, Failed Empire heet het boek waar we dit, waar we dit vandaan hebben. Uh, ja, een mislukking was. Dat, dat die repressie in feite in Oost-Europa. Dat die op de lange termijn. Toch moest worden beschouwd als een, als een zaak die ze niet overeind zouden kunnen houden. Ondertussen, niet waar, hadden we in eh, de Verenigde Staten natuurlijk Richard Nixon gekregen. Eh, geassisteerd door zijn gewetenloze, maar buitengewoon bekwame assistent Henry Kissinger. Ik neem even een slokje. En ook Kissinger. Was, sorry, Kissinger en Nixon waren ook geïnteresseerd in detente-achtige ideeën. En wat, ze eigenlijk wat zij wilden was dat ze een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, triangulatie heet dat gewoon. Ze zouden betere contacten met China ontwikkelen. Daarmee konden ze dan in feite de Russen bang maken. Zie je wel, hè? we hebben betere contacten. En tegelijkertijd betere contacten met de Russen, want daar konden ze de Chinese bang mee maken. Het is ook heel interessant dat de Russen meerdere malen hebben voorgesteld. om een, een onverwachte aanval samen te doen op China. om de nucleaire mogelijkheden van China uit te schakelen. Want ondertussen hadden de Russen en de Chinezen ruzie gekregen over vrijwel alles. De, de Russen hadden ook al hun verlening aan Rusland gestaakt. aan China gestaakt. Nou, kortom, dat lag heel moeilijk. Dus ook dat was iets wat het proces kon. Bevorderen terwijl. Want de Amerikanen hadden eigenlijk het idee. Dat was het hele idee van Nixon en Kissinger. Kijk, wij gaan met al die lui in gesprek. Wij maken deals met al die lui. Maar in feite blijven wij de baas in de wereld. Want ze moeten uiteindelijk kunnen ze ook niet, niet te veel gekke dingen doen. Eh, omdat die weer ondertussen dat detentespel aan het spelen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Eh, ondertussen is ook die Oostpolitiek begonnen. En dat leidt ertoe dat Brezhnev, denk zo vanaf 1971, 72. dat Brezhnev wel bereid is om met die Dantan-politiek ook de openbaarheid in te gaan en ook het conflict aan te gaan met die leden van het politbureau die er misschien voorlopig nog niet zo verschrikkelijk veel in zien. Want hij bezoekt dan ook de Verenigde Staten en is tenslotte een enorme feestelijke bijeenkomst in. Nee, Brecht-Senfis pas in 1973 ook naar de Verenigde Staten gaan. Maar hoe dat doet er niet zoveel toe? In 1972 is er een grootste bijeenkomst in Moskou, waarbij de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in feite een reeks van afspraken maken, met name op militair strategisch gebied. Uh, en je begrijpt waarom dat in 1972 was, want dat is een verkiezingsjaar en Nixon wil graag herkozen worden natuurlijk, is ook herkozen. En Nixon heeft nog hetzelfde jaar ook Peking bezocht. En dan zie je dus aan dat die, die triangulatie, dat de Amerikanen dat goed op de rails hadden. En dan bezoekt Brezhnev in 73 de Verenigde Staten. En nou ja, alles lijkt in de best mogelijke orde. Op het punt van de politiek. want de politiek wordt tenslotte bekroond met de akkoorden van Helsinki. Die zijn van de zomer van 1975. En als je die nou zou moeten samenvatten. De Russen waren er dolgelukkig mee. Want in feite zijn die akkoorden van Helsinki een bevestiging van de bestaande orde in Europa. Namelijk die van het ijzeren gordijn en de Russische, het, het, het Russische empire in het oosten. Daarvan was het een bevestiging. Vandaar dat de Russen die waren er zeer tevreden mee. En de Amerikanen waren enorm ontevreden ermee. Ze hadden toch het gevoel. Zeker omdat Amerika bezig was in die jaren rechtser te worden dan het in de jaren 60 was geweest. Die hadden toch het gevoel dat die Russen eigenlijk met de, de pallen waren gaan strijken. Maar gek genoeg bleek dat helemaal niet zo te zijn. Omdat in dat, in dat akkoord, die finale akkoorden van Helsinki, daar zat ook het zogenaamde derde mandje. Een beetje een raar begrip, maar alsof het een soort mandje was. Maar in ieder geval het derde mandje hield in... Dat er allerlei afspraken werden gemaakt over de, eh, laten we zeggen, eh, vrije meningsuiting. En dat ook in het oosten, niet waar, ook, ook de Russen, niet, niet iedereen die zei dat hij het misschien niet mee eens was, op konden pakken en naar een concentratiekamp konden jagen, dat, dat die mensen ook rechten zouden moeten hebben. En eigenlijk, de Amerikanen dachten dat ze belazerd waren door de Russen, maar uiteindelijk zou blijken. ...dat dat derde mandje in feite een heel belangrijke rol heeft gespeeld... ...in de emancipatie van, eh, laten we zeggen, ontevredenheid... Eh, ...politieke kritiek in Oost-Europa. 75 is dus het hoogtepunt. Maar dan eigenlijk is in de Verenigde Staten al een ontwikkeling gaande ...waardoor dat hele detente proces eigenlijk verrafelt. En eh, fort die is, Nixon is afgezet he, door de... Nou ja, hij is niet letterlijk afgezet. Ze hebben hem komen melden dat hij onvoldoende steun had in het geval van impeachment in de Senaat. Dus dat hij waarschijnlijk veroordeeld zou worden. En Nixon heeft toen dan maar eh, besloten om zelf te abdiceren. Met die fameuze toespraak waarin hij zegt, I'm not a crook. Ja, dat was hij nou juist wel. Politiek gesproken was hij wel een crook. Maar goed, hij verdwijnt eh, met, met, de, met die helikopter, al die bekende beelden. Zoek het even op voor de aardigheid. En hij wordt opgevolgd door Ford, door zijn vicepresident. Nadat nou, er een eerder vicepresident al verdwenen was. Maar we maken het niet te ingewikkeld. Hij wordt opgevolgd door Ford. En Ford die besluit al vrij snel dat hij zelf ook herkozen wil worden in 76. Het zijn vier jaar periodes natuurlijk, in 1976. En hij beseft ook, Fort was ook denk ik wel wat conservatiever in vele opzichten dan Nixon. Hij continueert wel Kissinger, maar nou ja, de, de rechtervleugel van de Republikeinse Partij was helemaal niet gelukkig met de hele ontwikkeling. Want zei die rechtervleugel, en je had toen ook een hele beweging, dat heette de neocons, neoconservatieven, en die zeiden, ja, we hebben het allemaal in dit taal, dat is allemaal wel aardig, maar het is in feite wezenloos gelul. Want die detente die stelt uh, de Sovjet-Unie in staat om een strategisch overwicht op, op planetaire schaal te ontwikkelen. Daar was geen sprake van, dat is punt 1. Punt 2, dat is nog wel aardig dat Soebok zegt, nergens in de Russische archieven is ook maar in de verste verte een plan te vinden dat Rusland naar superioriteit streefde. Of de Amerikanen wilden onderschoffelen of zo absoluut niet. Het dus was dit list en bedrog? Nou ja, dus de, ja, de neocons hebben dat die onzin waarschijnlijk zelf wel geloofd. Maar in, in ieder geval was er uiteindelijk helemaal geen basis voor in de, in de realiteit. Okay. Dus sowieso denk ik is een, is een thema toch van nou, in mijn herinnering eigenlijk toch al, al, al 60 jaar of zo. Dat Amerika aftakelt en niet meer, niet meer is wat het, wat het ooit was. En laatst las ik ook weer zo'n stukje. Oekraïne, Israël, god de Amerikanen kunnen het eigenlijk niet aan. Ja, ik zal niet zeggen dat... De, kijk de positie die Amerika innam in, kort na de Tweede Wereldoorlog. De boel, dat, is, dat komt niet meer terug. Maar het hele idee dat Amerika op een, een of andere manier echt, echt zwak erbij staat... Dat is, althans militair-strategisch is dat gewoon kletskoek. Amerika heeft een gigantisch alliantiesysteem. Amerika heeft een gigantisch uh, uh, militair systeem wat op technologisch op hoog niveau staat. Uh, dat, dat is allemaal zijn simpele feit. Dus je moet Amerika niet onderschatten. Wat Amerika niet heeft sinds enkele jaren is politieke stabiliteit. Het, systeem, het politieke systeem wordt bedreigd nietwaar, door een populistische revolte. En als gevolg van het eigenaardige karakter van het politieke systeem is die revolte in staat om een verliezer van de popular vote toch in het Witte Huis te krijgen. Dus pas op met allerlei, nog steeds pas op met allerlei verhalen over de veronderstelde levensgevaarlijke aftakeling van de Verenigde Staten. Wat levensgevaarlijk is, is een president met hele wonderlijke opvattingen. Maar de strategische positie van de Verenigde Staten is nog steeds sterk. Maar goed, die neocons, die dachten dat ze ondergeschoffeld werden door de Russen. En die zei, ja, we moeten daar echt mee ophouden. We moeten die Russen moeten veel meer in de confrontatie zoeken. Die dit dit is een misleidende zaak, waardoor wij in feite uh, uh, onze positie uh, minder sterk is dan noodzakelijk. En dat, dat is eigenlijk de richting waarin het opgaat, want op een goed moment wordt er in de presidentiële verkiezingscampagne van 1976, zegt Ford tegen zijn medewerkers en zo, het woord dit dan dat gebruiken wij niet meer. Ondertussen is denk ik ook de positie van Kissinger veel minder sterk geworden in die nieuwe Ford-regering dan die was onder Nixon. Uh, dus ja, het gaat... Het gaat uh, het, ...de verschuiving is naar de rechterzijde. Overigens verliest voort wel die verkiezingen... ...want Carter wordt de nieuwe president. Eh, het gek genoeg, het dit klinkt een beetje wonderlijk... ...de Russen zijn altijd veel tevredener geweest over hele rechtse presidenten... ...dan over schijnbaar linkse presidenten. Want die linkse presidenten die begonnen meteen over de mensenrechten... ...en dat dat allemaal zo niet kon. Dat die de Russen hun gedrag moesten verbeteren en zo... En Carter ook, ook zijn ook zei, mijn hele buitenlandse politiek graag voeren in het licht van de bevordering van de mensenrechten. Dus die Russen dachten meteen, oh jee, dat begint daar gezeik weer waar we Ja, dat is zeker ten aanzien van de Sovjet-Unie. Dat was natuurlijk niet het paradijs van mensenrechten. Dus ja, ook Carter wil ook op allerlei punten de al bestaande afspraken verbeteren en veranderen. Dus die Russen zeggen al heel snel. Blikken op met je weinig. We gaan tekenen wat er, wat er ligt en anders, anders doen we gewoon niet meer mee. Het is duidelijk dat de onderlinge verhouding een stuk minder wordt. Er is nog wel een verdrag getekend in Wenen. Ik denk in 1979. Dat was ook een, gedrag van, een verdrag op het punt van uh, nucleaire strategie. Maar eigenlijk zijn we dan op weg naar de uitgang als het gaat om de -politiek en... De uitgang in het geval van de détente-politiek is de Russische bezetting van Afghanistan in december 1979. En ik moet zeggen, daar ja, was dat verstandig. Nee, dat was hartstikke stom dat ze dat gedaan hebben. Brezhnev was, tenslotte, als, als, als Brezhnev ziet wat de gevolgen zijn, zegt hij tegen Andropov, je hebt me daarin geluisterd. Mijn hele beleid, dat hele détente-beleid is naar de kloten, dat, dat nou, hij is eigenlijk woedend. Maar Brezhnev is dan al in, ook lichamelijk in een, in een proces van ingrijpende en totale aftakeling geraakt. Die wordt eigenlijk door de pillen die aan of hem verstrekt, wordt die enigszins op de been gehouden. Maar ook, ook Brezhnev is levenstechnisch op weg naar de uitgang. Want Wat ging er dan uh, even een paar zinnen mis in uh, uh, Afghanistan? Dat ze daar zo'n spijt van hebben. Dat is zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar, in, een paar maar zinnen. in ieder geval, het kwam er in feit op neer dat de Russen bang waren dat de, de, de nieuwe leider van Afghanistan. dat hij een, een soort uh, tournure zou maken in de richting van de Amerikanen. Dus dat zij Afghanistan kwijt zouden raken. Dat was het idee. Omdat daar de, de politieke leiding tot op dat moment. daar konden ze goed mee opschieten. maar die werd bedreigd door iemand anders of die was al gewipt door iemand anders. In ieder geval was daar interne strijd. En dan denken de, de, de Russen denken van, we raken Afghanistan kwijt. Dat is, een, dat is een trauma wat je, wat je de hele Koude Oorlog doorziet. Ook aan de Amerikaanse kant van, we lost China, we lost Angola, we lost. Terwijl als je al die situaties bekijkt, denk je heel blij dat je weet bent. Wat moet je er precies? Nou, die, ook die Russische bezetting van Afghanistan, een blunder van hier tot gunder. Want dat rijmt ook nog leuk voor het Sinterklaasgedicht. Um, want zij hebben daar niet standaardigheid gehaald. En tenslotte bleken ze eigenlijk niet goed in staat om, om de orde daar te handhaven. De Amerikanen hebben op grote schaal wapens geleverd aan die uh, Afghaanse rebellen. Ja, dat, dat zijn die bekende stingers. Die, die raketten die, die door een individu gewoon uit een soort van mandje kunnen worden afgevuurd. En die... Levensgevaarlijks bleken voor alle soorten van vliegtuigen. Later hadden de Amerikanen spijt dat ze al die stingers hadden geleverd. En dan hebben ze geprobeerd ze weer terug te krijgen. Maar dat is niet gelukt. En ik geloof dat de stinger op de niet-legitieme wapenmarkt nog, nog, nog tijdelang hoge ogen heeft gegooid. Ik weet niet hoe het, hoe het nu is. Maar goed, Carter, toen op dat moment nog president is van, van de Verenigde Staten. Reageert volstrekt hysterisch. Ik heb er geen andere woorden voor dat je er denkt van. Wat bezielt die luid toch soms? Want hoe is het toch mogelijk dat. Die Carter is een hartstikke intelligente man. Hij leeft nog trouwens. Hij zei het wel een beetje aan de, aan de rand van de dood, maar toch, hij leeft nog. Maar hij, hij zei: Ja, de Russen zijn op weg naar de Persische golf. En als ze de Persische golf bereiken, bereiken dan is soms ons. ons... Hele strategische concepten in het Midden-Oosten ligt in duigen. Wij moeten daar iets aan doen. Ik garandeer de veiligheid van de Persische Golf. Maar als je natuurlijk op de kaart kijkt, dan zie je dat tussen Angola en de Persische Golf. je niet Angola, Afghanistan. En de Persische Golf zit Iran. Wat overigens toen nog heel eventjes. niet getroffen was door de, door de, door de Iraanse revolutie, zal ik maar zeggen. Ja, dus dat is een, een hoogste wond. Ja, de Iraanse revolutie was al wat gaande, maar was nog niet, niet uh, echt ernstig geradicaliseerd. Het was onzin. Uh, wat Carter zei ook van ja, ik heb met die lui aan tafel gezeten. Het zijn oplichters, het zijn bedriegers. Niet waar, ze praten over detente, en moet je nou eens kijken wat ze gedaan hebben. Dat is ook altijd een puntje geweest bij de Amerikanen, dat ze zelf het volste recht hebben om Vrijwel overal ter wereld te interveneren. Ook overigens vaak met hele matige succes. Maar dat als een andere doet, dan is het een, een verschrikkelijke bedreiging. van de Amerikaanse strategische positie. Wat natuurlijk niet zo bijster overtuigend is, wel beschouwd. Nu moet ik nog even mijn neus snuiten. Het is wel een betoog. Een betoog Hoe hoort bij dit weer? Met uh, veel regen en wind. Ik ja, ben altijd, altijd. Goed, daar zitten we dus eind 79. 1980 uh, breekt aan. En wat gebeurt er in 1980? In november 1980 wordt Ronald Reagan, die in 76 al een hele ernstige bedreiging had gevormd voor de zittende republikeinse president, Ronald Reagan wordt gekozen tot president. Op dat moment de oudste president van de Verenigde Staten. Ooit, nou dacht ik dat de rekening van 1911 was. Dus die was in 1980, was die, ik uh, moet even rekenen, 70, was die 70. Ik denk dat die 70 werd. Nou iedereen vond hem al voldoende oud en nu zitten we met een president die dik in de 80 is. Dus je ziet, er zijn nog, uh, daar zijn mogelijkheden. Um, Reagan uh, wordt president natuurlijk vanaf januari van het jaar 81 en begint eigenlijk al, al meteen met een, nou op zijn minst toch een harde retorische campagne tegen de Sovjet-Unie. Ze houdt een reden voor dat zegt dat de Sovjet-Unie een evil empire is. En hij zegt dat de Sovjet-Unie erop uit is om het van de Verenigde Staten te winnen in de wereldwijde competitie. en Nou ja. Er het, het, het ontstaan ook allerlei gekke spanningen. De, de Russen schieten een, een Koreaans uh, hoe heet het, passagiersvliegtuig neer uh, met verschrikkelijke gevolgen, wat overigens wel verdwaald was in de Russische luchtruim. Daar zijn dan weer allerlei discussies over. Dat sommigen zeggen dat is gewoon expres, konden ze foto's maken en zo. Maar anderen zeggen dat is helemaal niet zo. Ik zou het je niet precies kunnen zeggen. De NATO houdt een grote militaire oefening onder de naam Abel Archer. En Andropov, die zegt dat dit de opmaat is voor een grote oorlog. Voor een onverwachte aanval die de Amerikanen eigenlijk willen uitvoeren op de Sovjet-Unie. Volstrekt de kletskoek. Maar goed, dat, dat was op dat, dan zie je aan op dat, op dat moment, want ook dat die evil empire retoriek, dat maakte in Moskou ook indruk van, wat bezielt die Amerikanen, godsnaam, we dachten dat we toch een, een beetje een redelijke deals hadden gemaakt met ze en dan krijgen we, krijgen we dit, 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 dit soort van gepraat. Ondertussen was Brezhnev overleden in zijn slaap, in 1982 overleed Brezhnev. Toen was hij al jarenlang. Nou, uh, zeg maar dat hij nauwelijks tot de wereld hoorde. Uh, Schubak schrijft ook, hij kwam heel, heel zelden naar de vergaderingen van het politbureau. Uh, hij was hek. Jou, soms hadden we dat netjes uitdrukken: Boven de Adamsappel was er niet, meer, niet veel meer van hem over. Dat zijn fameuze beelden. Dat Bresne heeft hij bezoekt de Bondsrepubliek. Toen nog de hoofdstad van de Bondsrepubliek was toen natuurlijk Bonn. En je neemt daar ook zo'n zo paraat af, zoals dat hoort, weet je wel. Dat is dan zo'n clubje militairen, straffe houding en zo. En Bresnev loopt daar langs. En dan is natuurlijk, als je helemaal langs die militairen bent, dan loopt de rode loper, die loopt naar rechts. En dan loop je het, het, het ontvangstgebouw binnen. Maar, maar kennelijk was Bresnev zo ver weg, dat hij gaat niet naar rechts. Hij loopt door. Het is raadselachtig wat hij, wat hij gaat doen. En je ziet al die, die, die functionarissen die raken volledig in paniek. Hij loopt door in plaats van dat hij naar rechtsaf gaat. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat hij, dat hij al, al betrekkelijk ver weg was. Ja. Het, het was niet veel zaaks meer. Hij wordt overigens opgevolgd door die Andropov, die eigenlijk al jarenlang toch de belangrijkste man in het politbureau was, maar Andropov was ziek. Volgens de Sovjet-Unie had hij griep. Maar achteraf is gebleken dat een zeer ernstige nierkwaal En hij heeft het niet lang gemaakt. Na een ruim een jaar is hij overleden. En dan wordt Andropov opgevolgd door Tsjennenko. En ik meen me te herinneren dat Tsjennenko bij zijn presentatie. al door een verpleegster overeind gehouden moest worden. Dus ook Tsjennenko, zoveel was duidelijk. zou het niet lang gaan maken. En inderdaad, zo is het ook gegaan. Chenenko overlijdt ook, waarmee dus in feite de drie eh, laten we zeggen, de bejaarden en, en figuren die, die dat politbureau domineerde, die zijn van het toneel verdwenen. En ondertussen escaleert eigenlijk die, nou ja, die retorische ruzie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Overigens. ook Reagan begrijpt na enige tijd dat het ook niet erg verstandig is om dit, deze polariserende de, uh, uh, ...retoriek door te zetten. Hij moet natuurlijk herkozen worden in 1984. Dus hij begint eigenlijk al in 1984 begint hij bij te sturen. En uh, dan wil hij wel met de Russen in gesprek en daar uh, gaan ze maar door. Wat ook was. Ja, je kunt achteraf zeggen, iedereen heeft zich toen verschrikkelijk druk gemaakt over die retoriek van regen. Maar in feite was het niet meer een retoriek. Het was gewoon een hoge klets. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Maar we, ook, ook, want ja, een of andere minister geloof ik van Regen had ooit gezegd van nou ja, zo ergens dan nou ook weer niet zo'n nucleaire oorlog. Die gaan we namelijk toch uitvechten in Europa. Dus wij hebben er niet zoveel er, ja. er niet zoveel last van. En als de Europeanen gewoon nou in een, in een schuttersputje gaan zitten, met een met een deur eroverheen, die ze uit het, uit het huis gesloopt hebben dan zal het allemaal best meevallen. Dus je begrijpt, dat viel in Europa buitengewoon slecht. En dit was de zogenaamde New Cold War, die waar Amerika in feite retorisch mee gestart was. Ik denk dat een paar aantal kritische brieven schrijvers zullen nu wel zeggen, ja, maar die Sovjet-Unie had in de loop van de jaren 70 zijn militaire apparaat enorm uitgebreid, dat is waar, maar de Russen zagen dat eigenlijk in termen van gelijkwaardigheid. Hun grootste ambitie was eigenlijk om erkend te worden als een an de andere grote mogendheid. Dat ze net even sterk en belangrijk en waren. erkend door wie? Door de Amerikanen. Oké. Okay. Nee, wat wij ervan vonden, vonden ze helemaal niet zo interessant. Okay. De New Cold War is in Europa nooit een issue geweest. Dat, dat, heeft, dat heeft eigenlijk geen, geen belangrijke rol gespeeld. Europa bleef toch sterk koersen op, op detente-achtige... Uh, een bedetente-achtige sfeer. Nou ja, uh, nu was alle, alle bejaarden die dood konden gaan, die waren ondertussen dood gegaan. En ze hadden een nieuw en jong en ambitieus en, en uh, nadenkend uh, lid van het politbureau. Je voelt daar waar dit heen aan Gorbachev. En Gorbachev had ook gereisd al in West-Europa. Gorbachev had kennis gemaakt met Margaret Thatcher toen de parminister in Engeland... Margaret Thatcher was enorm van hem gecharmeerd. En zei: "Ah, nou, dit is echt een man, hier kunnen we zaken mee doen. Hij heeft echt opvattingen die, die fundamenteel verschillen. met wat die, wat die bejaardenclub van dat politbureau eh, over de wereld dacht. En zodoende eerst wordt, wordt Regen nog door zijn staf gewaarschuwd: van ja, die Russen, je weet het nooit zeker. En dan kan je een glimlachoffensief en ondertussen proberen ze je pootje te lichten. Maar. Dat is de grote verdienste denk ik van regen geweest in deze jaren. We zijn ondertussen halverwege de jaren tachtig natuurlijk. Regen heeft Gorbachev ook genomen. en dat was lang, in, in, lang niet al zijn medewerkers vonden dat, dat dat ook moest gebeuren. En het is denk ik in de afwikkeling. Van de Koude Oorlog is dat zijn grootste verdienste geweest. Ronald Reagan's grootste verdienste. Dat hij hem heeft ge. Ja, je hebt een hele of? school in, in, uh, onder historici en, en schrijvers over deze themata, die zegt: ja, de Amerikanen, van Reagan heeft eigenlijk de Koude Oorlog gewonnen. Want die heeft ja, door die bedreiging en die retoriek zijn die Russen zo verschrikkelijk geschrokken. Uh, en ook van het SDI, want uh, Reagan was in 83 gekomen. met het Strategic Defense Initiative. En dat zou bestaan uit een soort reusachtige laserkanonnen. die in staat waren om ballistische projectielen uit de lucht te schieten. Ja, leuk soort Lego-spel voor, voor jongetjes. Uh, met, een, met, een, met een lampje erbij, zal ik maar even zeggen. Het was ook heel leuk geanimeerd op tv. Zag je, zeg je, oeh, zegt dat. Maar dat heeft eigenlijk nooit fatsoenlijk gewerkt. Het was, een, het was meer een utopie. En dat kwam ook een beetje omdat Reagan eigenlijk eh, ook hoopte dat de nucleaire bewapening op enige wijze terzijde kon worden geschoven. Hij vond dat eigenlijk onzin dat die twee reuzenmogendheden elkaar voortdurend nucleair bedreigden. Waar die op zichzelf overigens het grootste gelijk van de wereld in had. Maar goed. Eh, Regen zegt van luister nou eens even, ik wil graag met die nieuwe man praten. Dus in Geneve, eind 85, is er een bijeenkomst aan de open Hart. Ik sla de beelden maar even op, waarbij eh, eigenlijk bleek dat de heren prima met elkaar op konden schieten. Gorbatsjov kon was wel verbaasd over de zonderlinge dingen die Regen hem bij gelegenheid vertelde. En die vaak niets te maken hadden met de gespreksonderwerpen. Maar uh, ze konden het goed met elkaar vinden. Wat zei hij dan? Uh, nou, hij begon dan over, ik zal maar over Mickey Mouse of zo. Oh ja. Een <laughs> vergelijkbaar onderwerp. Hoe weten wij dat, omdat het later opgetekend is? Ja, dat is allemaal. Nou, omdat Gorbachev het vertelde, ja, dat is hartstikke leuk gesprek, maar hij begon weer over, nou ja, <laughs> volstrekt, volstrekt, niet de zaken doen, het onderwerp. Dat tabertransleker zeker hingen wel een beetje op mij. Dat zou je kunnen zeggen. Nou ja, en dan begint eigenlijk een wonderlijk proces. Omdat ik in de volgende vijf jaar, of laten we zeggen in de volgende vier jaar, tussen 85 en 89, ja, eigenlijk Gorbatschow een reeks van hervormingen aankondigde. Uh, in het bijzonder he, ik bekende naamgeving Perestroika en glasnost was nog openheid. Zodat dat beetje beetje terug naar wat Koerschaf ook geboden had. Maar dan misschien nog een stapje verder. En Perestrojka was eigenlijk eh, een soort renovatie van het, van het bestuurlijke apparaat. Ja, misschien zou zo omzet ook van Perestroika kunnen spreken. Als die nog een Russische naam bij wil verzinnen, zal ik maar zeggen. Eh, en, en het probleem met, met Gorbatschow was eigenlijk dat hij eh, helemaal geen concrete ideeën had, had van hoe dat dan precies gedaan moest worden. Ja, je ziet dat zijn allemaal herkenbare politieke problemen. Dat je wel idealen kunt hebben, en hij had fantastische idealen. En hij eh, moest het allemaal op een hele andere manier, maar uiteindelijk wist hij niet precies hoe hij dit uit moest voeren. En al heel snel, niet waar, mislukten die hervormingen. En niet zozeer de glasnost, maar wel de Perestroika, En raakte de Sovjet-Unie in allerlei aanzienlijke praktische problemen. Die tenslotte ook tot een situatie leiden waarin honger werd geleden. En waarin op grote schaal sprake was van ontevredenheid. Ja. Tegelijkertijd bleek wat niemand eigenlijk verwacht had: dat Gorbachev bereid was om dat hele Sovjet-empire, dat hele veelt empire, op te doeken. Hmm. Omdat hij al, ik denk eind 86 had hij alles gezegd tegen al die regeringsleiders in Oost-Europa, jongens. Jullie moeten er wel rekening mee houden dat de kans dat wij op weer komen helpen met troepen, denk aan de Hongarije, Berlijn, Tsjechoslowakije enzovoort, dreiging in Polen in de jaren 80, denk erop, wij, wij komen niet meer helpen. Je, je moet je eigen broek ophouden en het is niet aan. En je hebt de indruk eigenlijk dat die leiders van die Oost-Europese staten, allemaal in feite en natuurlijk dictatoren eerste klas, dat die nauwelijks hebben begrepen dat dat serieus was. En dat ze er jaren over hebben gedaan voordat ook doordrong in die landen, dat, dat ze mochten doen wat ze zelf wilden. Maar dan zou natuurlijk tegelijkertijd blijken dat geen van die leiders in Oost-Europa had enige legitimiteit. Die dankten allemaal hun positie in feite aan de aanwezigheid van Russische tanks. Daar kwam het grote trek op neer. Maar dus wat niemand zich realiseerde op dat moment, en pas later eigenlijk, is dat Corbett zo bereid was om het, om het empire op te geven. Om het gewoon weg te doen. Dat is ook een enorm bezwaar van Zoombok. van ja, dat is allemaal wel mooi dat je dat empire op, op, op wil doeken. Maar hij had iets terug moeten vragen, maar hij heeft niks teruggevraagd. Hij beschrijft ook natuurlijk de, 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 de kwestie Duitsland. Hè, mocht Duitsland herenigd worden, ja of nee? Dat speelde vanaf uh, 1989 uh, natuurlijk ook. Want je had natuurlijk in november 1989 het fameuze val van de muur. En in de jaren daarna heeft uh, kool enorm snel doorgepakt. Dat hebben we al een keertje behandeld. En nou ja, uiteindelijk is Duitsland herenigd. En dat zegt Soebok ook. Hij heeft er niks voor teruggevraagd. In plaats dat hij allemaal condities stelde: van ja, je kunt Duitsland vernailen, maar dan willen wij zus en zo. Dan uh, moet er ook een hele andere veiligheidsstructuur in West-Europa komen. Maar nee, allemaal. Geen sprake van. En waarom heeft hij dat niet gedaan? <laughs> ik, ik denk uit dat een soort. <laughs> we weten dat dus niet zeker. Nee, we weten niet precies waarom die. Ik denk over zelf dat die. Het opgeven van het empire, dat dat een verstandige, een rationele daad was. Bij hem zat daar iets heel anders achter, namelijk dat er een hele nieuwe wereldorde moest komen. En hij sprak ook altijd van het gezamenlijke Europese huis. Dus hij dacht in termen van een, een veiligheidssysteem waarbij Oost en West onderdeel zouden vormen van één systeem. En nou ja, daar voelden de Amerikanen echt helemaal niets voor. Want ook suggesties, lichte suggesties in die richting, daarvan zei de oude Bush, die toen president van de Verenigde Staten was, zei, ja, absoluut niet, ik ga helemaal niet beginnen aan een nieuw veiligheidssysteem. Wij gaan het oude veiligheidssysteem, dat gaan wij versterken, in casu de NATO. Want je begrijpt wel dat al die landen in Oost-Europa toen ze helemaal zelfstandig waren geworden, maar één groot verlangen hadden, namelijk lid te worden van de NATO in de allereerste plaats. In de hoop natuurlijk dat, dat de Russen niet op enige ongelukkige wijze terug zouden kunnen komen. Denk aan Poetin. Als zal Poetin zeggen: Ja, dat hadden jullie niet moeten doen, want anders zouden wij. Nou, dat, deze kip en die, die is deels uh, on, onoplosbaar. Maar zo verliep het, dat is het wonderjaar 89 natuurlijk. He, dat, dat het ook wel duidelijk is dat het ijzeren gordijn gaat verdwijnen. Eh, dat Duitsland in de loop van 1990, september 90, eh, wordt Duitsland in feite herenigd. Ja, en dan, is het, dan is het klaar met de Sovjet-Unie. Waarom kun je toch zeggen, was dat even afgezien van eh, Gorbachev's fantastische utopische plannen. over nieuwe veiligheidssystemen, waar ook de eh, Sovjet-Unie eventueel een onderdeel van zou kunnen zijn. Eh, niet erg realistisch, denk ik, maar goed. Waarom, waarom was het verstandig om het empire op te geven? Om de eenvoudige reden dat het instabiel was. Er waren altijd opstanden. In Berlijn 53, oh, ik heb ze allemaal opgenoemd. De Polen waren altijd opstanden. altijd altijd zo de in Polen. Maar ze uiteindelijk dan tenslotte besluiten in de jaren 80 dan maar niet te interveneren. En dan komt Jaruzelski. Nou, dat, moet allemaal, dat moeten mensen allemaal maar even nakijken. En dat niet alleen. Niet alleen was het instabiel, er waren er voortdurend opstanden in Oost-Europa en Centraal-Europa, maar het was hartstikke duur. En dat kwam omdat de Sovjet-Unie subsidieerde de energiepolitiek van al die landen. Had ook natuurlijk in de loop der tijden was de Sovjet-Unie een van de grootste energieleveranciers ter wereld geworden, maar het was toch prijzig om al die landen energietechnisch uit de wind te houden. Daarbij kwam ook nog dat de Sovjet-Unie allerlei dure cliënten had wereldwijd in Afrika. Terwijl als je kijkt, had dat nou enige zin? Had dat enige strategische betekenis? Nul. Eh, Cuba, idem dito, eh, werd ook gesteund door de, door de Russen. Er kwamen zelfs Cubaanse troepen naar, naar Afrika. Dus als je, als je even de, de balans opmaakt, moet je zeggen, de Russen hadden niks meer aan Oost-Europa omdat het strategisch natuurlijk in een, in, een, in een nucleaire oorlogssituatie ook betekenisloos was geworden. En wiens schuld was dat? Dat, dat het betekenisloos Nou, dat het instabiel was kwam, omdat het allemaal repressieve regimes waren. Het was bezet, het was bezet gebied. Ja. Nou, en ja, die mensen waren daar ontevreden. meer omdat natuurlijk de economie in Oost-Europa zo ver achterbleef. Nou ja, het klassieke geval is natuurlijk Oost-Duitsland. En dat er een gaatje in de muur zat. En... Dus dat is al die leiders wel te verwijten dat ze daar niks aan gedaan hebben. Nou, de vraag is of ze er iets aan hadden kunnen doen. op een zodanige manier. dat ze, dat ze een soort westers eh, eh, economisch model hadden opgestart. Want dan waren ze onmiddellijk weer gecorrigeerd door de Russen. Want dat mocht niet. Dus ja, de, 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 natuurlijk ook, dat moet erbij gezegd worden. ook de Russische economie eigenlijk vanaf het moment. ...dat het politbureau met... met eh, ...als Khrushchev verdwenen is... Eh, ...die terugkeert naar... ...een soort neo-stalinistische... ...beleid... Eh, ...wat eigenlijk elke vorm van serieuze... ...hervorming van het systeem onmogelijk maakt. Je zou ook kunnen zeggen... ...als Gorbachev gaat hervormen... ...is het eigenlijk al te laat. Hmm. Het systeem is volledig verstart... ...tot ja. stilstand gekomen. En eh, dat heeft de Sovjet-Unie uiteindelijk... ...dus niet overleefd. Terecht niet overleefd. Denk ik eerlijk gezegd. Dat nou toevallig in het grootste restant van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, iemand aan de macht gekomen is die, nou ja, dat, dat verlies van macht eigenlijk en aanzien in de wereld, wat de meest rampzalige toestand beschouwt die ooit heeft bestaan in de vorige eeuw, Poetin namelijk, ja, dat is pech. Is dat onze schuld? Was dat sowieso gebeurd, ook als wij heel aardig waren geweest in de jaren negentig? Dat valt. Achteraf ontzettend moeilijk te zeggen. Maar dus de, het hele hervormingsbeleid van, van Gorbatsjov loopt vast. Maar ondertussen heeft hij dus in de buitenlandse politiek. heeft hij in feite het empire opgedoekt. En zoebok ja, dus zegt prima, maar. dat je het opdoekt zonder iets terug te vragen. dat blijft toch een hele merkwaardige zaak. Dus dat valt hem ook te verwijten, dat aspect? Ja, vind, dat vindt Soebok wel. Valt hem nog meer ja, te verwijten? Soebok. Ja, daar valt wel wat meer te gewijten. Gorbatschow was een aarzelaar. Gorbatschow tompte eindeloos of hij beslissingen wel of niet moest nemen. Uh, Gorbatsjov is afhankelijk mee als Tjernobyl ontploft. Dat is 86, dan hebben de Russen geprobeerd dat geheim te houden. En, nou ja, binnen het idee van glasnost en openheid is het natuurlijk een beetje lastig om geheim te houden dat er een kerncentrale ontploft is. Bovendien een kerncentrale in een, in een club van vier naast elkaar. Dat was echt levensgevaarlijk. En bovendien was er natuurlijk overal er was, uh, radioactieve neerslag in West-Europa. Dus het kwam snel genoeg uit. En dat heeft Gorbachev wel als vernederend gezien. Ja, uh, Gorbachev was eigenlijk een... Hoe zal ik dat nou zeggen? Een utopist. Hij, hij had allemaal geweldige ideeën die eigenlijk weinig praktisch om het lijf hadden. En een beetje de klachten die wij alsmaar over onze verkiezingen hebben, hebben gehad. die zijn slaan in hoge mate op Gorbachev. Hartstikke leuke ideeën. Dat je echt, ja, god, dat is toch geweldig. Hoe ga je en, het doen? En, ja, en, en dat schrijft Subock ook, zeg van. Maar tenslotte moet je een praktisch beleid voeren, ja. stap voor stap, voor stap. Ja, en dat deed en, hij ja, niet. Maar, nee, dat deed hij niet. Hmm. Ja, want je ziet ook die gesprekken met Kool, dan heb je het gevoel. Nou ja, ik wou zoveel kool, die kon er geweldig met elkaar opschieten. En dan, ja. ja, tenslotte, nou goed, je kunt ook zeggen dat de DDR eh, verkocht is voor 36 miljard. Eh, wat was het toen D-mark. Dus er is wel, wel wat. Er is wel een zekere financiële concessie gedaan, maar geen enkele strategische concessie. Dus ja, in de loop van 1991. Daar hebben we het al over gehad. Is er nog een staatsgreep eigenlijk georganiseerd door zijn eigen politbureau? Wat er wel een beetje genoeg van had dat dat... Ja, dat de hele boel cadeau werd gedaan aan Jan en alle man. Zo, zonder dat er verder iets gebeurde. <laughs> eh, maar wat natuurlijk tegelijkertijd eh, ook wel duidelijk maakte hoe verstandig Kool was geweest. Dat hij doorgepakt had. Eh, want anders, hè, voordat die staatsgreep geslaagd was. En, eh, was weer gewoon een neo-Stalinistisch regime. Teruggekeerd. Dan was, was dat natuurlijk allemaal heel anders gelopen. Dan had de Sovjet-Unie misschien nog veel langer bestaan. Ja, nou, daar moeten we toch wel weer een aantekening bij maken. Want de winnaar eigenlijk van die staatsgreep die is mislukt. En de winnaar van die staatsgreep was Jeltsin. En daar had je een heel merkwaardige zaak. Jeltsin was de eerste gekozen leider in een van de grote republieken van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie bestond de feiten uit, als ik het wel heb, 14 verschillende republieken die dan in die Sovjet-Unie besloten voor rekening. En Yeltsin was gekozen in de grootste republiek, namelijk Rusland. En Yeltsin wilde van Gorbachev af. Dus hij dacht, hoe gaan we dit aanpakken? En Gorbachev was niet gekozen, maar wel de president van de Sovjet-Unie. Dus dacht Yeltsin, wat is de beste oplossing? We doeken de hele Sovjet-Unie op. Want dan bestaat die functie van president ook niet meer. Klaar is Kees. En zo, van het wat zo is het geschied. in zoek contact met Oekraïne en Kazachstan. Als ik het wel heb. Of weer nee, met Oekraïne en Wit-Rusland. En dan besluiten ze de Sovjet-Unie op te doeken. En daar hebben de andere republieken zich tenslotte bij aangesloten. Dan zitten we eind 1991. En daar, dan heb je dat fameuze toespraakje van. Gorbatschow in zijn kantoor. Die zegt: Ja, dames en heren, dank voor uw vertrouwen. Mijn functie is opgeheven. Dat klopt, de Sovjet-Unie is opgeheven. En dan verdwijnt hij eh, in de goed betaalde anonimiteit, laat ik het zo zeggen. Want ja, Gorbatschow was ongekend populair in het Westen. Ik denk terecht. En ongekend impopulair in Rusland. Ja, vanuit Russisch perspectief gezien. Ook wel enigszins begrijpelijk. Dus hij was een. Hij was eigenlijk een, een dromer. En daar wint Soepok zich ook nogal over op. Dat eh, Gorbachev moest niks van geweld hebben. Want Er was iets in de Baltische Republiek ontspoord en zo. Maar eh, Gorbachev. Ja, zegt Soebok, Als je geen, niet bereid bent om in al die situaties misschien eens een keer geweld te gebruiken. dan is ook de hele. ...instrumentarium om de orde te handhaven in die Sovjet-Unie, daar ben je in feite ook kwijt. En daar zit wel wat in vanuit dat perspectief gezien. Dus Gorbachev was een dromer. Iemand met geweldige ideeën over de wereldvrede, samenwerking, het Europese huis, de hele zante kraam... ...zonder dat dat geconcretiseerd werd. Dat moet erbij gezet worden. En zonder dat er dus op praktisch terrein ook besluiten werden genomen... Het bleef bij dromerij eigenlijk, en ja, in die dromen is de Sovjet-Unie van het toneel verdwenen. Naar mijn idee nog steeds, ondanks Poetin enzovoort, een zegenrijke ontwikkeling. Want ja, dat nou bijvoorbeeld de Polen en de Hongaren weer, weer besloten hebben ze zijn eigen dictatuur op te tuigen. Nou ja, we hebben het over Polen gehad. Ja, ja Polen is eigenlijk helemaal uit het perspectief verdwenen sinds... Uh, Israël en Gaza, maar het is natuurlijk een, ja, een hele mooie ontwikkeling eigenlijk in Polen. De verkiezingswinst, hè? Of ja, de, zeker. Die tweede echt, werd hij eigenlijk, hè? Echt heel spectaculair. Die Tusk. Dus dat gaat in Polen de goede kant op. Maar goed, dit is de, de lange geschiedenis van de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Dat de Sovjet-Unie eigenlijk het niet overleefd heeft. En dat, laten we zeggen, de, de zaden van de ondergang laten we het een beetje poëtisch formuleren, er eigenlijk altijd ingezeten hebben. En misschien, misschien als Stalin bereid was geweest om in 1945 te doen wat, wat tal van mensen verwachten, toch een soort ontspanning, eh, toch eens kijken of je het niet op een iets andere manier dan totale aanhoudende repressie, concentratiekampen, zuiveringen. En, en dat, is, dat is toen niet gebeurd. En ik denk dat 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 het Stalinisme een soort van woekering was. die tenslotte serieuze hervormingen onmogelijk hebben gemaakt. Mm. En dat daaraan de Sovjet-Unie bezweken is. Dat ze nog een hele tijd boven water zijn gebleven lag natuurlijk aan het feit. dat ze een enorme hoeveelheden energie bleken te bezitten. die ze voordelig konden verkopen. Ja. Een van de bijdragen van de aftakeling van de Sovjet-Unie in de jaren tachtig was. Dat de energieprijzen toen fors daalden. Dat Poetin het overleefd heeft, dankt hij aan het feit dat hij president werd. toen de energieprijzen weer fors stegen. Dus hoe het met de Sovjet-Unie gaat lopen. Nou ja, ze kunnen die energie natuurlijk altijd wel kwijt. Dat is het verhaal van Rusland. Toen dacht ik. moeten we niet eens een, een soort overzicht maken van. De ontwikkeling in Europa na de Tweede Wereldoorlog. In plaats van bijvoorbeeld die Fransen nog een keer apart te behandelen. En toen dacht ik aan dat prachtige boek van Tony Judd. Dat heet Postwar. En als we dat nou eens gingen behandelen, dat Postwar. Heb je dat al gelezen? Ja, dat heb ik ook al gelezen. Dat scheelt ook wel aanzienlijk natuurlijk. Het is namelijk een enorm dik boek, dat wel. Maar ik heb het al eens een keer gelezen. Het is ook al wat ouder. Net als het boek van Zubok trouwens. Maar dan doen we volgende week doen we kunst. En dan doen we, kunnen we daar even, daarna eventueel aan Tony Judd-baan beginnen. Ik vind ook, er was nu ineens een film over Napoleon. Toen dacht ik, er was allerlei ruzie over. Begreep ik. Ik heb die film niet gezien. Dus ik ga me niet met die film bezighouden. Maar ik dacht dat ze ook nog eens iets een, een en een keer Napoleon doorjassen. Dat hebben we al eens gedaan, hè? Dat hebben we Napoleon al eens ja, een keer gedaan. Zittend op het bankje hier in het park hebben we een keer over nee, Napoleon gesproken. dat zo goed. Ja. En toen heb je het vergelijk nog getrokken tussen Napoleon en Rutte. Weet je nog wat het vergelijk was? Dat ze alle ja. twee te lang waren blijven zitten. Dat ja. was een beetje de conclusie. Ook Napoleon was te lang blijven zitten. Nou, Napoleon heeft Rusland aangevallen. Dat is, eh, dat is nooit dat is het geval van Duitsland niet verstandig. Oh, nou, dan nou laten we Napoleon zitten. Dan doen we in principe. Al denk ik wel dat als heel veel mensen dit nu horen zeggen, ze doen nog maar een keer hoor. Ja, ja. Nog, nog een Napoleon. Ja, misschien dat je dan net wel andere aspecten eruit ah. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, nou ja, je zou, kijk, je weet, mijn favoriete eeuw is de 19e eeuw. In allerlei opzichten. Eh. Misschien moeten we Darwin eigenlijk een keertje doen. Ja, die hebben we nog nooit gedaan. Eh? Misschien wel een schande dat we dat nog nooit gedaan hebben. Ja, omdat die natuurlijk in allerlei opzichten misschien wel de meest invloedrijke wetenschapsman ja. van de 19e eeuw geweest is. Ja. Nou, er zijn natuurlijk nog wel een paar anderen. Ja, precies, dat roept vragen vraag op, moet je dan ook anderen gaan doen? Ja. Wie zouden we dan anders nog kunnen doen? Natuurlijk Verde. Zouden ja, we kunnen doen. Interessant. Maxwell, maar dat gaat mij ook deels boven de pet. Dus ik weet niet of dat. Nou, laten we dan met Darwin beginnen en kijken hoe het loopt. Laten we dan met Darwin beginnen, oké. Okay. Maar goed, ik wou volgende week in ieder geval kunst doen. Kunst. Iets, iets met kunst. Oké, okay, en Postwar, dat boek, heet dat ook echt zo? Dat Postwar? heet Postwar, ja. Oké. Okay. De auteur is Tony Judd. J-U-D-T. Oké. Okay. Tony Judd is aan als overleden. Enkele jaren geleden. hele fijne essayist ook. leuk stuk. Een nieuwe review of books. Maar ik denk dat dit, uh, dit boek... Dit boek leidt ook wel aan bepaalde kwalen, die, althans dat vind ik. Zal ik, iets ook, ik zal ook kritisch commentaar hebben op het boek, maar dat komt dan nog wel.